Hey, hallo. We zijn met de GL650 bezig. En gisteren had ik de olie afgetapt. En dat gooide ik dus nu weg. Ik zal het even het laatste beetje afgieten. En dan wou ik jullie wat laten zien wat ik tegen ben gekomen. Nou, onderin de olie. En waarschijnlijk in de 650 oliepan onderin zaten dus wel degelijk brons. Nou, is weg, jammer. Maar ik ga het wel zichtbaar maken. Wel degelijk bronskleurige schilfertjes. Alleen ik had verwacht dat ik die ook in de oliefilter zou tegenkomen. En daar zag ik ze vreemd genoeg niet. Dit was een redelijke schone bak toen ik begon. Ja, het is net goud. Even kijken of ik het een beetje gangbaar kan maken. Ga ik het weer rustig afgieten. Dan hoop ik dat ik het... Ik zei dus dat er een lage schaal uitgelopen was. Nou moet ik eerlijk zeggen, het is niet veel. Maar als ik ook maar één zo'n vleekje... Ik krijg hem er niet uit. Kijk, ik zal proberen het te laten zien. Dit is trouwens al een vrij grote forse. Kun je het zien? Als ik ook maar één zo'n vleekje tegenkom, dan weet ik dat de krukaslagering of de drijfstanglage schalen eruit liggen. En één zo'n flinter vertelt mij dat er veel meer in het blok zit. Dit is niet zomaar. Dit komt echt los nadat er schade is. En als je heel goed kijkt, zie je nog veel meer glinsters zitten in deze oliebak. En dat komt wel uit het 650 blok. Nou, heb ik nog iets waar ik tegenkwam. Dus het is echt een pechgeval. De radiateur zette ik gisteren hierin om uit te lekken. En daar komt een residu uit. Van roze koelvloeistof, wat ik nooit gebruik. En deze. En je ziet dat hij een paar tikjes heeft gehad. Kwam er uitvallen. Onderuit deze slang. Nou, dan weet ik vaak wel genoeg. Dan hoef ik niet zoveel te doen. Nou, loop even met me mee. En daar gaat het om. Hoppakee, het motorblok. Trouwens, vanavond komt iemand het motorblok achter in de schuur ophalen. Daar is ook een filmpje van gemaakt. Maar we zijn nu even met de 650 bezig. Even kijken. Nou, dan gaan we eens even zien wat we hier hebben aangetroffen. Ik hoor al een auto, maar ik maak het even af. Kijk, ingesleten, een dikke 1,5-2 mm weg. En dat duidt erop dat die dus los heeft gelegen. Nou, er komt inderdaad iemand aan. Deze heeft niet meer gelopen en ik zie ook dat er hier onderdelen missen. Het lijkt wel of dat de steunring er niet is. Dus we hebben ook schade achter in het blok. Helaas moet ik het filmpje stoppen, want er komt iemand aan. Even kijken. Ik zet jullie gewoon even overeind. Want ik hoor iemand buiten staan en die komt dat motorblok ophalen. En dat zet ik even niet op film vanavond. Bedankt voor het kijken. Tot straks.